Goedemorgen allemaal, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Jim de Riemers. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En ja, ik ga mij aandoen. Ik ga mij echt heel deftig aandoen. Gewoon van, er komt vandaag iemand speciaal naar mij toe. Ja, ja. Ik weet niet als zij al de vlog wilt, ja of nee. Dan gaan we nog moeten bezien. Ik ga mij heel mooi aandoen. Dit, hè. Met, Nee. Ik heb hem. Met dit. Ja. En dan daar nog een mooie jeansbroek op. Toppie! En dan kan ik weer al mooi uitgaan. Maar eerst scheren. Dat moet ook gebeuren. Dus dan pak ik jullie mee. Mwahaha. Oei, 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 oei. Oh, ach ja. Ik moet nog één ding nog uitzoeken. Tot heden nog niet heb teruggevonden. Mijn portefeuille. Oei, 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 oei. Maar ja, ik heb me eerst scheren. Tot zelfs. Yo. Ik ben nu al opgefrist, nu nog mee aandoen. Hoe doe ik dat? Oh, daar heb ik toch wel een speciale spreukje toch voor. Dan moet ik jullie wel op een speciale plaats gaan zetten. Ja, jullie zien het. Ik heb alleen nog maar een onderbroekje aan, maar als ik... Ja, even zoeken wat lichter, wat kunnen. Speciaal moment. Een heel speciaal moment, mensen. Nu is de belichting heel goed. Kijk, hè, wat ik kan. Hè. 1, 2, 3. Dat is al nummer 1. Voilà. Nu, ja. Je weet, ik ging ook een hemdje aandoen. Ja, dat moet er ook nog bij komen. En natuurlijk. Ja, ja. Ik zit altijd in mijn onderbroek. Dus dat moet ook nog vernieuwd worden. Oké, opnieuw dan. 3, 2, 1. Voilà! Hier sta ik nu alweer op met een hemdje. Dus geel op geel, dat zie ik dan niet dat dat zo wat doorgeeft. Maar nu ook nog een jeansbroek. En dan, ja, sokken, schoenen kan ik dan ook al direct al aandoen. Dus dan ben ik al helemaal in orde voor, jawel, voor mijn special guest. Misschien dat hij of zij... op beeld wilt komen, dat zien we straks wel. Daarom 850ste vlog, dat is toch wel een speciaal moment weer al. 850 dagen van mijn leven ben ik al voor jullie al eigenlijk al aan het filmen. Jullie zitten al 850 dagen al mee te gaan, ook in mijn eigen leven. Dankjewel daarvoor. Ook heel veel dankjewel voor dat jullie altijd hier onderaan heel veel reageren. Dat ik ook dagelijks maandags ook een heel mooie gevulde Q&A heb. Soms wel eens op een dinsdag. Oké, ja, sorry. Wij hebben ook al redelijk veel al meegemaakt. Ook al met Psycho TV. Zo gelijk ja, nu met die coronacrisis. Was het ook niet zo gemakkelijk ook om content soms te vinden. Omwel van, je moest echt in je kot blijven. En ja, ik kwam regelmatig toch uit mijn kot. En ja, daarmee wil ik ook mijn excuses aanbieden. Maar ik ga nu wel dringend een broek aandoen. Hallo mensen en welkom op het laatste deel al van de vlog. Ja, ik heb vandaag niet veel gefilmd. Jullie hebben dat misschien nu wel opgemerkt. Dat het nu de laatste fragment is aangebroken. Dan vragen jullie zeker af, waarom hebben jullie niet zoveel gefilmd? Wij hebben eigenlijk heel veel me-time gedaan. Mij en Chris. Dus Chris is terug afgekomen van Zandhoven. Daar ben ik echt heel blij om. Ik ben echt
Happy. Sorry, dat moest eruit. Oh, die kreet. Oh, yes. Chrisje, ik heb je zo graag. Ik ben blij, blij. Die Leida. Ik ben van alles op bed aan het gooien. In mijn broekzak steken. Zodat ik mijn portefeuille. En nu. Jawel. Zie eens wat licht dat dat geeft hoor, die badge. Nu is het weg. Nu komt het terug. Hohoho. Dat geeft toch wel redelijk veel licht, hè? Oh, dat kan ook deugd doen, hè? Hebben jullie het gehoord? Oeh, even overbelichting. Oei, ik ben weer een hele goede vlogger, hè? Oh, nee. Nee, dus wat hebben wij dus vandaag allemaal gedaan? 1. Wij hebben vandaag, dus we zijn naar Bea gegaan. En ik zeg het u. Het is niet gegaan als verwacht. En jullie denken nu van, het is niet gegaan hoe jullie het al verwacht. Nee, ik ben zelfs verschoten toen ik de eerste ontmoeting terug deed samen met Chris en Bea. Bea echt in tranen geschoten. Echt een vloeiende traan dat ik haar moest gaan troosten. Tranen van blijdschap, tranen van geluk. Tranen van dat zij terug eindelijk Chris na 9 weken konden terugzien. Dat heeft haar echt super, maar ook echt een super deugd gedaan. En dit gaat nog in de toekomst nog meer gebeuren, omwille van we zijn nog niet van de corona af. Dat geef ik ook wel nog eerlijk toe, dus. Kan zijn dat de maatregelen terug worden verstrengd. Dan ja, ga ik weer op Chrisje weer een paar weken niet zien. Ja, zij dan ook wel niet. We gaan dan ook weer wat moeilijk hebben. Ik heb zelfs ook een beetje geweend hoor. Maar dat heeft Chris niet gezien. Dat heeft Bea niet gezien. Sorry. Dus. Ik heb in mijn eigen geweend dat ik zo, maar ook echt zo ontzettend blij was dat ik ook Chris heb gezien. We zijn zelfs ook gaan, dus toen we bij Bea waren, zijn we nog even terug weggegaan, nog naar de Prunos toe, om broodje gaan te halen, om daar op te eten. Maar dan zijn we ook nog bij de Aldi ook nog gestopt om daar ook mijn sessieman gaan op te halen voor bij het broodje te eten. Wat dan nog? Daarna hebben we dat samen opgegeten tussen met mij, dus ik, Bea, Chris en Bea haar mama. Dus allemaal wel buiten, hè? Buiten gegeten, lekker in het zonnetje. Toen waren we door aan het gaan, toen begon het ook wat te regenen. Dan kwamen we aan in Nieuwenhoven. We hebben toch een wandeling geriskeerd. Het is wel ene keer heel goed terug doorgeregend, maar we werden niet nat door de bomen. Dankjewel, bomen, om het water op te vangen met jullie bladeren. Dan, daarna zijn we terug gegaan naar... zijn we naar Limonen gegaan. Hebben we daar nog in een eitje gegeten. Oh, dat was ontzettend lekker. Maar toen was het ook weer beginnen te regenen. We hebben daar echt in de regen moeten aanschuiven. Wat wel een grote minpunt was. Dus daar moeten ze ook nog wel nog iets op zoeken. Dan zijn we terug doorgereden naar... dan hebben we daar op een plaatsje opgegeten. Want dan mochten we ook niet op de parking opeten van de limonen. Dan zijn we doorgereden naar een natuurgebiedje. Daar heb ik even geparkeerd. Daar hebben we ons ijsje dan opgegeten. Dan zijn we doorgereden. Zijn we doorgereden terug naar Bea toe. Dan hebben we daar ook nog wat ze de socializen, dus waar ze de babbelen en al.
Op een gegeven moment begon ik het ook weer al wat koud te krijgen. Ik dan naar de auto gerend, daar een deken uitgehaald, daar dan een deken over mij heen gelegd buiten. En dat heeft echt nog ontzettend deugd gedaan. En waren we daar nog even rond nog dan nog gebleven bij Bea. Dus, want ik had het eerst al koud. Ik wou al eerder vertrekken toen ik het zo koud heb. Maar toen kwam ik op het idee van die deken gaan te halen. Dus hebben we dat ook weer gedaan. En dan hebben we nog goed gelachen, goed gebabbeld. En dan was het weer al tijd om afscheid te nemen en dan nu zit ik hier. Dus weer al heel alleen, weer al heel alleen. Ja, Chrisje ook weer al heel alleen. Maar ik zeg het u, ik, Bea, hebben het echt heel moeilijk mee dat, dat Chris zo ver weg woont. En dat we eigenlijk haar ook heel weinig kunnen bezoeken. En dat zij ook huisarrest, een opwekkingsplicht heeft. Dus dat zij niet momenteel haar eigendom mocht daar verlaten. Jammer genoeg. Bij deze. Ik ga jullie ook nu laten. Dus ik dank je wel om een deel uit te maken van mijn leven. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan ook niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet om het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte van het rijden en zeilen wanneer er een nieuwe video of een nieuwe video online komt op mijn YouTube kanaal. Dankjewel en tot morgen. Ciao. En nu ga ik nog... Ah ja, nog één ding. Dat is puur voor mijn schat. Schatje. Bea. Ik zie jou ontzettend graag. Ik wil je nooit meer kwijt en je hebt mijn hartje vandaag weer al eens opnieuw heel hard geraakt. Daarvan had ik nooit verwacht dat je zo hard ging wenen voor Chris. Dat heeft me echt geraakt. Allee, tot morgen nu iedereen. Joe.